Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 10 oktober en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Zo. Fijn begin zo. Toen ik opkwam was ik weer niet zo blij. Het heeft te maken met een bank en katten en ik denk dat ik verder niks hoef te zeggen. Betekent dat hier de boel weer schoongemaakt moet worden. De kleedjes moeten in de was. Nou, dat is op zich niet zo heel erg. Want ik had eigenlijk ook al een was staan die echt gewassen moet worden. Want mijn wasmand die pelt uit. Mijn bril moet even schoongemaakt worden. Dus dat doe ik zometeen ook wel even. En ik had bevroren chocomel. Bevroren. Er zat gewoon ijs in mijn pak. Dat betekent dat mijn koelkast te hoog stond. Die heb ik even wat naar beneden gezet. Ik heb onwijs last van de zon. Dus ik zit te knipperen als een malle. Want dat pak zat gewoon echt vol ijs. Dus dat was even wat minder. Maar die heb ik nu weer naar beneden gezet. En dan komt dat wel weer goed. Ik merk het sowieso. Als ik dingen erin leg, dan komt er een soort van bevroren laagje op. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Morgen ga ik als het goed is al vroeg boodschappen doen. Dus op zich kan ik dan morgenmiddag de vriezer even doen. Ik heb er nog steeds geen zin in. Maar het moet echt gebeuren. Ik ga zometeen hier eventjes weer de woonkamer doen. Zoals elke woensdag eigenlijk. Ja, dat is standaard prik. Ik heb daar gewoon echt mijn routines in. Dus dat moet even gebeuren. Tijdje ligt op de grond te rollen. Why? I don't know. Waar Muis is. Muis is al in de gang zitten omdat de zon schijnt. En dan vindt ze het lekker om voor dat raampje te zitten. Alleen het gordijn zit naar beneden. Want anders heb ik die zon steeds in huis. Heb ik verder nog iets te vermelden? Nee, eigenlijk weinig. Ik ga jullie er zometeen gewoon bij zitten. Maar ik ga eerst eventjes een wasje aandoen. Deze vriendelijke vriend even schoonmaken. En ja, die bank even proberen schoon te maken. En dan ga ik jullie erbij zetten. Dus ja, dat ga ik doen. Thank you.
Zo, ik film even met de iPad, want het kaartje van mijn camera was vol. Dus dat was een beetje vervelend. Ik heb niet heel veel kunnen vloggen van de vriezer. Nou, je hebt er ook niet heel veel aan gemist, want het was echt een hels klusje. Ik ben blij dat het klaar is, maar ik hoop niet dat het snel weer moet. Ik heb wel alles kunnen sorteren. Ik heb ook echt best wel veel dingen weggegooid die ik gewoon... Ja, dan had ik bijvoorbeeld nog van die aardappelpartjes en dan was het zo onwijs weinig waar je gewoon echt niet meer van kon eten. Nou, ik heb ze gewoon weggedaan. En ook dingen waar gewoon echt, die bevroren waren, heb ik weggedaan. Ik weet wel dat ik voorlopig geen aardappelschijfjes hoef te kopen. Slaapwinkel ook niet. Die heb ik weer gevonden. De laptop is inmiddels ook klaar. Die staat weer op zijn fabrieksinstelling. Ik moet straks even het programma installeren en dan kan ik hopelijk de vlog verder editen en dan komt die online. Maar ik ga eerst even uitrusten, want ik ben best wel moe van geworden. En alles is water. Ik heb er nu handdoeken op liggen, maar ik denk dat ik er straks nog een paar moet pakken. Want het is ook onder de vriezer gegaan. Die krijg ik niet zo makkelijk van zijn plek. Dus ja, hopelijk komt dat goed. Nu ga ik even uitrusten. Mijn douche is ook zeiknat, want daar heb ik een natte handdoek in gegooid. Dus die zal ik straks wel even droog maken als ik ga douchen zelf. Vanavond ga ik de televisiering kijken. Ik moet straks even de pannen afwassen, anders kan ik geen soep koken. En dan zie ik jullie morgen weer, want ik ga nu eigenlijk niks meer doen waar ik jullie bij kan zetten. Het kaartje zit vol. En ik moet nog de vlog editen, zoals ik al zei. Dus, toch. Ja, jammer dat ik niet zoveel kon vloggen voor jullie, maar ik ben toch best productief geweest. En ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze... Vrijdag. Het is vandaag 12 oktober. Ik heb mezelf net klaargemaakt en ik ben een lipgloss aan het testen. En er zit me toch een partij menthol in, jongens. Wauw, mijn lippen die tintelen aan alle kanten. Ik vraag me ook serieus af wat de toevoeging is van de menthol. Maar goed, het zal wel. Het voelt een beetje bijzonder. Vandaag ga ik... Allereerst een video opnemen. De Action Shop vlog die ga ik even opnemen. En daar heb ik eigenlijk al de hele week. Vind ik dat leuk om te gaan doen. Maar het is ook gewoon puur omdat ik de spullen wil gaan gebruiken. Althans een aantal. Ik wil Tijgertje soms eventjes een poesepil geven. Want Tijgertje heeft weer een beetje last van krolsheid. En ik merk het dan ook vooral als ik in bed lig. Dan gaat ze echt krols miauwen. En nu hoorde ik het net ook weer. Dan ben ik niet in de buurt en dan gaat ze echt zo miauwen. Dat ga ik zo meteen eventjes doen. Ik ga hier ook even stofzuigen. Daar kan ik jullie op zich wel even bij zetten. Want ik wil misschien ook boven nog even wat doen. En dat is dan in het gedeelte waar ik eigenlijk geen licht heb. Nou ja, ik heb wel licht, maar het is zo weinig dat jullie dat niet gaan kunnen zien. En dan ga ik morgen eventjes in die kamer boven ook nog aan de gang. Dat leek me een mooi klusje voor morgen. Daar even stofzuigen. Dan kan ik ook dweilen. En misschien ook even strijken. Maar het ligt er even aan hoeveel zin ik heb. Moet eigenlijk wel gebeuren. Voor de rest. Is dat het eigenlijk wel? Ik heb gisteravond televisiering gala gekeken. Dat was wel leuk. Ik vind het altijd wel leuk om te kijken. Dat heb ik gedaan. Daar komt de roze kat aan. Dat ga ik soms dan ook eerst even doen. Dus ik ga haar eventjes een pilletje geven. Dan ga ik even stofzuigen waar ik jullie dus bij zal zetten. Daarna ga ik een video opnemen. Daarna even naar boven. Mocht er ook nog iets anders zijn waar ik jullie bij kan zetten. Dan zal ik dat uiteraard doen. Maar het is wat lastiger omdat ik dingen wil gaan doen waar ik jullie niet bij kan zetten. Dus met een video opnemen dat gaat niet omdat ik deze camera gebruik. Nou ja, een beetje lastig. En ik word een beetje gek van mijn tintelende lippen. Dus ik geloof niet dat ik dit een succes vind. Ik ga jullie erbij zetten. Zo.
Zo, ik heb zojuist een shoplog opgenomen en ik heb weer vreselijk licht omdat de zon zo naar binnen schijnt. Dus dat wordt weer veel werk met editen omdat het een beetje weer kaatst. Maar goed, het is niet anders. Ik ga dit gelijk even opruimen, want het ligt al een tijdje hier te liggen. Dan ga ik even wat drinken en dan ga ik zo richting boven. Ik moet zeggen dat het tintelende gevoel op mijn lippen nu verdwenen is. Dus dat is op zich wel heel erg fijn. Ik ga even wat spullen in de mand doen. Wat naar boven kan eigenlijk gelijk. Dat is wel handig. Dan kan ik dat in één keer zo naar boven doen. Jij mag beneden. Jij mag ook naar boven. Ook. En jij ook. Oh, deze eigenlijk ook nog. Dit is heel erg leuk, want dat vindt Tijgertje heel erg leuk. Het Tijgertje trouwens al even een pilletje gegeven. Dat ging heel makkelijk. Zo, dan is dat klaar. En dan ga ik eventjes wat drinken eerst nu. Zo, ik ben klaar. Nou, klaar. Boven kan er altijd nog meer gebeuren, maar ik was het nu wel zat. Ik heb nog even wat dingen opgehangen. En wat opgeruimd, dus dat is op zich wel fijn. En nu ben ik het zat en heb ik het warm. Het is 4:10 ongeveer. De kat is al aan het miauwen, want die wil eten en er is nog geen tijd. Zo irritant. En ja, ik ga eigenlijk niks meer doen. Ik moet nog wel foto's bewerken, maar ik ben nu een beetje moe. Dus ja, ik ga straks eten en vanavond Flikker Rotterdam kijken. Dus dat vind ik wel leuk. Ja, voor de rest niet zo heel veel. Ik hoop dat het morgen weer wat actiever gaat zijn. Ja, ik ben wel actief geweest, maar voor de vlog was het lastig om dat te laten zien. Dus eigenlijk, ja, is dat het meer. Het is boven ook zo warm. Ja, dat is logisch. Waarom heb ik eigenlijk mijn sloffen aan? Ik heb warme voeten. Alles is warm nu. Ik ga in ieder geval nog even zitten. Ik ga eventjes wachten tot het tijd is. En dan ga ik de katten straks voeren. En dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze zonnige zaterdag. Het is vandaag 13 oktober. Ik heb mezelf net klaargemaakt. En ja, het is best wel warm eigenlijk. Ik weet niet precies hoeveel graden het is. Ik kan het eens eventjes bekijken. Hallo Nikki. 26. 26 graden. Dat in oktober. Best bijzonder vind ik zelf. Ik ga zo meteen eventjes hier stofzuigen. Ay, gadver. Volgens mij zit er een haartje aan mijn lipgloss geplakt. En die krijg ik er nu dus niet af. En daarna ga ik eventjes boven ook even stofzuigen. Dan wil ik eigenlijk ook even dweilen. Ik heb gezien dat Mickey daar heeft gespuugd. Nu weet ik dat Mickey het was omdat er maar eentje is die boven komt. En ik moet even kijken hoe ik dat ga opruimen, want daar ligt geen laminaat. Dus het is niet even makkelijk met de dweil erover en weg. Dus dat wordt eventjes een klusje. Heb jij gedaan, hè? Wat heb jij gedaan? Ja, jij hebt gespuugd boven. En ik wil eigenlijk even het strijkwasje doen. Nu ik natuurlijk weer nieuwe kledinghangers heb, is het ook weer fijn dat alles in de kast kan. Dus daar wil ik ook even naar kijken. Eigenlijk moet ik nog even een wasje aanzetten ook, want de... God, nu kom ik niet op de naam. De kussens, die zitten erin. Die stonken. Net als deze vieze bank. Het wordt steeds smeriger. Dus die wil ik eigenlijk eventjes wassen. Ja, en even kijken hoe ver ik kom. Ik moet ook nog even de kwasten wassen einde van de middag. Dus dat moet sowieso even gebeuren. Dus ik ga even kijken hoe ver ik kom. Maas, die ligt hier lekker relaxed in de hoek. Ja, Maas? Die ligt lekker te chillen, hè? Dat heb je in je oog. Kom. Ja, nu zit het hier. Zo, ik heb het. En Tijgers, die ligt daar te chillen. Niet zo goed zien hoe de zon valt. Dus ik ga jullie het boven gewoon even proberen bij te zetten.
Met strijken. Ik had eerst gedacht, zal ik het beneden gaan doen? Maar ik ga het toch maar niet doen. Want dan moet ik alles weer naar beneden halen. En daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Misschien dat ik het... Ja, ik twijfel heel erg daarover, zeg maar. Maar voor nu zeg maar mijn gevoel nee. Dus ik ga eerst eventjes hier stofzuigen. Dan zal ik jullie straks even bijzetten als ik dat ga doen. Dan ga ik nu eerst even... als een malle aan de gang. En de zak moet eventjes naar buiten, want die stinkt. En jij zat daarin. Jij was daar op aan het klimmen, hè, kleintje? En zo mee naar boven? Het hier ook genieten, hè? Het is ultiem genieten, hè, als ik ei. Ik ga eens even kijken, want ik hoor allerlei vliegtuigen. Hier. Ik hoor van alles en ik zie niks. Nee, het zal wel. Ik ga in ieder geval even wat doen. En ja, ik ga jullie erbij zitten als het kan. Het plan is veranderd. Ik ga toch beneden strijken. Het is boven echt te warm. Ik ga eerst mijn bril even schoonmaken. Dan zal ik jullie er even bij zetten. Ik had even iets opgehangen. Maar man. Ik zweet de pan uit. Dus ja, dan ga ik toch maar beneden strijken. En jij gaat uit de strijkmand. Ik ga mijn bril schoonmaken en dan ga ik jullie erbij zetten. Zo, inmiddels ben ik wel klaar. Dat is eigenlijk te bodem om wat te doen, maar de strijk is weg. Helaas zaten er wel twee broeken bij waar overheen geplast was. Dus ik vermoed dat Mickey in de wasmand heeft geplast. De rest rook gelukkig wel goed. Dus die heb ik niet kunnen strijken. Kwasten zijn weer schoon, dus dat is ook wel fijn. Het is nu 4:10 en ik ga nu nog even zitten. Want over 10 minuten moeten deze pluizenbollen eten die al aan het miauwen zijn. De batterij van mijn camera is bijna leeg. En verder ga ik eigenlijk weinig doen. Vanavond televisie kijken. Dus ik denk dat ik jullie morgen gewoon weer zie. Omdat ik nu echt niks meer ga ondernemen. Omdat ik gewoon er klaar mee ben. Het is te warm. Ik heb geen zin meer. Eigenlijk van alles. Dus ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze onwijs zonnige zondag. Het is vandaag 14 oktober en ik zit dus lekker op de bank in de zon, zoals je kan zien. Ik heb een heel slecht beeld, ik kan bijna niet kijken. Ik heb niet zo heel veel gedaan. Dat doe ik op zondag eigenlijk nooit. Ik heb even de foldertjes bekeken online. Ik ga zo meteen even een wasje aanzetten, want de katten hadden op hun kleedje gespuugd. En waarschijnlijk hebben ze een wormkuurtje nodig, dus die ga ik van de week ook eventjes halen, zodat
die ook even gegeven kan worden. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zo heel veel plannen. Misschien nog even wat in mijn bullet journal doen. Ik weet niet of ik jullie erbij zal zetten. Misschien dat ik het gewoon even zo doe. Dat ik jullie dan van de week eventjes weer een overview geef over hoe het er nu uitziet. En even stofzuigen en straks even foto's maken. Dat moet sowieso gebeuren. Oh, wacht even. Er gaat een kat nu. Mickey zit letterlijk in de wc. Zullen we dat niet doen? Kom maar. Muis ook? Tijger ook? Kom maar. We gaan niet in de douche. Kom. Ga er maar uit. Ja? Lopen? Jij ook wandelen? Goed zo. Mickey heeft de laatste tijd een handje van hem in die wc-pot gaan zitten. En ondanks dat hij schoon is, vind ik het niet zo fris. Ja, dat eigenlijk. Ja, als ik de foto's heb gedaan, dan is het vaak ook alweer bijna tijd om de katten eten te geven. Ik lig graag tot het meewerkt. De laatste tijd gaat het eigenlijk best wel vlot. Maar dat is altijd een beetje de vraag. Voor de rest... Ja, eigenlijk weinig vandaag. Maar ja, dat is altijd bij mij op zondag. Omdat ik gewoon heel weinig uitvoer. Even wat foldertjes opruimen. Die kunnen in de oude papierbak. Ik heb boven ook zoveel oude papier staan en zooi. Wat ik ook eigenlijk even naar beneden moet halen. Maar het beste is dat gewoon om in de boodschappentas te gooien. En hem dan ineens te legen. En ik moet eigenlijk boven ook flink gaan opruimen qua boodschap. Om te kijken wat er nog goed is. Maar dat zal ik van de week wel eventjes een keertje doen. Daar heb ik er nu in ieder geval geen zin in. Heb ik besloten. Ik ga in ieder geval eerst even het wasje aanzetten. En ja, daarna ga ik eens even kijken wat ik ga doen. Oh, die band die stikt zo. Oh, godverdamme. Maar goed. Ik ga in ieder geval eerst even de was aanzetten en stofzuigen. En mocht er nog iets aan wat ik erbij kan zetten, zal ik dat doen. Maar ga er maar niet van uit. Aangezien het zondag is. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 15 oktober. Ik ben net klaargemaakt. Mijn bezoek komt zo. Dus ik ga even naar boven om schoenen te halen. En alvast de boodschappentas. Klopt eigenlijk. Zo kan de trap omhoog. Mickey is ook beneden. Ik ga zo ook nog even gauw stofzuigen. Maar ik dacht ik open wel even een vlog. Komt dit nu waarschijnlijk heel rommelig over. Even kijken welke schoenen ga ik kiezen. Ja, ik had schoenen in mijn hoofd, maar moet ik ze wel zien hangen natuurlijk. Ik denk niet dat ik hem moet gaan draaien, want er hangen best wel veel schoenen aan. Nou ja zeg. Top dit. Waar zijn die schoenen dan? Zeker dat ze hier moeten hangen. Die zijn niet. Ze hangen hier. Oké, top. Even de boodschappentas. Dan kan die naar beneden. Hè. Zo. Tja. Even de gordijnen open hier. Meer voor de zekerheid dat Mickey in de kamer zit. Mickey zit pront op tafel. Natuurlijk. Gewoon als het kan. Hoe ga ik dit doen? Met één hand. Ja, het lukt. Het gaat wel klem, maar het is gelukt. Gordijn open. Schoenen aandoen. Dan ga ik even stofzuigen. Ja, wat een rommelige opening zo, maar ja, het is even niet anders. Hopla. Het is nog steeds warm, ik dacht dat het zou afkoelen, maar dat is niet gebeurd. Zo, schoenen aan. Ik zal jullie even laten zien wat ik aan heb. Het is heel basic en heel standaard momenteel, maar het is wel oké. Ik heb... een truitje aan met een rokje, legging en deze schoentjes. Dus ja, ik ga nu even stofzuigen en dan zie ik jullie straks weer terug, want anders ga ik het allemaal niet redden. Zo, ik ben inmiddels terug. Ik heb boodschappen gedaan,
Alles is wel gelukt. Ik zal je zo even laten zien wat ik heb gehaald. De katjes zijn bijna klaar met eten. Nee, meis. Volgens mij is het bakje leeg, het tijger. Dan kan Mickey er ook uit. Ik heb letterlijk kattenvoer in mijn haar. Dat is heel erg vies. Godverdomme. Oké, ik ga even de vogeltjes eruit halen. Want ik heb weer een hele berg folders. Dan wil ik even de boodschap laten zien. Oh, ik zit naar mijn eigen te filmen. Ik heb zwanger gehad. En een pizzabodem. Ik ga even wat eten. Champignons. Frikandellen. Bontjes. Een dikje energy. En je komt bij de pluspaar voor opscheplepels van Rudolf. Dus die heb ik bij elkaar gespaard, deze. Ik had geen opscheplepels, dus deze zag er wel goed uit. Dus die heb ik bij elkaar gespaard. Ik zal dit even opruimen. En ik heb uit het kruidvat even ontwormtabletten gehaald. Want de katten met het spugen, dacht ik, nou misschien is het goed om even ontwormtabletjes te halen. Dus die zal ik eventjes, moet ik even lezen hoe ik moet, kan ik die geven. Ik ga nu niet zo heel veel meer doen. Ik ga even lekker zitten. Ik moet nog wat foto's bewerken. En voor de rest niet zo heel veel meer doen. Dus ik zie jullie dan morgen wel weer. Dus ik ben van, het was een drukke dag. En het is ook al best wel laat. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 16 oktober. En ik heb mezelf net klaargemaakt. Ik heb niet zo heel erg lekker geslapen. Mijn rolgordijn wilde niet naar beneden. Dus ik had best wel veel lichtinfo ondanks mijn gordijn. Dus die heb ik vanochtend een keer naar beneden getrokken. Maar goed. Ondanks alles ben ik op. En ja. Was dat even minder. Ik werd ook een paar keer wakker van de huistelefoon. Maar die pak ik eigenlijk niet meer op. Want mijn zusje die heeft vorige week ook iets raars meegemaakt. Bij haar thuis toen de telefoon ging. En niemand die heeft mijn huistelefoonnummer. Eigenlijk op mijn oma na. En die belt ook eigenlijk altijd mobiel als ze belt. Dus ja, dat was een beetje vreemd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er met een nummer is gebeld. Maar ik heb een tijdje terug gehad dat ze ook mobiel tot de huistelefoon belde. En toen was het een... er is ook geen nummer achtergelaten. Toen was het een buitenland. Toen waren het, was het ook een soort van buitenlands iets. Dus ik heb zoiets. Ik ga het niet meer opnemen. Ik heb al wel een telefoontje gedaan. Naar aanleiding van gisteren. Dus dat was eventjes nodig. Maar goed, ik ga hier zometeen aan de gang. Ik ga wel eerst even het kaartje legen. Want ik heb niet meer heel veel ruimte over om te vloggen vandaag. Dus dat moet wel eventjes gebeuren. En muis, wat zit je onder de haren, joh? Hallo, ben je geen beeldmuis? Hallo. Je bent zo zwaar, muis, als je op schoot komt. En toch wat zwaarder dan mijn andere poesjes, hè? Ja, nee, de dagcreme is wel weg. Zit al make-up op. Dat is niet lekker, hè? Muis, die heeft toch altijd een handje van als ik mijn dagcreme heb opgebracht, dan gaat ze het eraf likken. Maar ja, nu zit er dus al make-up overheen. Dat is natuurlijk niet zo lekker. Goed, ik ga eerst even het kaartje legen. Dan kan ik in tussentijd eventjes de vaat opruimen. Die staat nog op het aftrapplek. Hi, was je er ook? Je zat alweer boven, hè? Wat heb je gedaan met je pootje? Kijk, je hebt een pluisje los. Oh, je hebt een pluisje. Wat is dat? Wat heb je gedaan? Heb je je besteerd? Maar die staat dus nog op het aftruiprek. En dan heb ik zo meteen even plek om de kattenbak er neer te zetten. Als we die hebben schoongemaakt. Ik wil ook even de bakjes van de katten schoonmaken. Lekker afwassen en zo. En ja, even allemaal weer lekker fris. Ja, gaan we even de brokjes in de bak doen, hè? Dus dat is eigenlijk de planning. Ik wil misschien ook nog even de stoeltjes buiten schoonmaken. Zodat die naar zolder kunnen. Want ja, ondanks dat het nu nog best wel mooi weer is, zit ik er eigenlijk niet meer. Heb ik zoiets, vind ik het zonde als het ja, wordt blootgesteld aan het weer, terwijl ik het nu niet gebruik. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan zit ik jullie er zometeen bij als ik aan de gang ga. Ik
ga beginnen met de bakken van de dieren. En daarna ga ik de douche doen. En dan misschien nog even de stoeltjes. Maar moet ik even kijken hoe ver ik ga komen. Maar nu eerst in ieder geval even het kaartje liggen. Alles is klaar wat ik wilde doen. De douche is weer lekker schoon. Ik heb hier niet heel uitgebreid bij kunnen zetten omdat het licht een beetje na was. Ik zit op het gedeelte van de bank die heel erg stinkt. Dus ik ga nu verkassen. Maar net zat Mickey daar. Ik heb de boontjes al afgehaald. Ik ga zo meteen lekker douchen. Dan ga ik even lekker een kruppensoepje nemen. Misschien even wat foldertjes doorkijken. En de camera aan de oplader leggen, want hier heb ik nog maar één batterijstreepje. En ik wil morgen ook even een video opnemen voor jullie. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik ga doen. Mijn haar zit een beetje raar. Ik lag net even op de bank met de katten. Even uitrusten van al het schoonmaken. Ik ga bij deze dan ook eigenlijk de weekvlog afsluiten, omdat ik niks meer ga doen waar ik jullie bij kan zetten. Ik heb nog een overview beloofd van mijn bullet journal. Die komt in mijn volgende vlog. Want dan wil ik er ook weer iets meer in gaan doen. En dan kan ik jullie makkelijker even een overview geven. Omdat ik er nu niet mee bezig ben. Dus die houden jullie nog eventjes te goed van mij. Ik wil je voor nu eigenlijk weer heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je ook even op dat belletje duwt, dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Wat wil ik verder nog zeggen? Ja, vond je deze video leuk? Doe dan ook even je duimpje omhoog. En ik wil je bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video gewoon weer te zien. Doeg!